Het bijzondere boek is Tot ziens daarboven van Pierre Lemaitre. Een bizar verhaal over twee vrienden die geschonden uit de oorlog komen. Eén die zijn gezicht verliest voor een groot deel, een masker draagt en revanche neemt op een kwaadaardige officier die hem dit allemaal heeft aangedaan door niet bestaande herinneringsmonumenten van de oorlog te verkopen. Het blijkt dat uiteindelijk dat de vader van de hoofdpersoon denkt dat hij een ander is, omdat ze van identiteit verwisseld zijn. Het mooie aan dit boek is dat je niet één keer, niet twee keer, maar herhaaldelijk op het verkeerde been gezet wordt. Terwijl de geschiedenis er wel is. Eerste Wereldoorlog, verminking, bombardementen en rivaliteit tussen mensen. Pierre Lemaitre, tot ziens daarboven.